Ik ben Rick Schoonhoven en we zijn hier op melkveebedrijf Schoonhoven van de Werfhorst. We melken hier 130 melkkoeien. En we bewerken ongeveer 100 hectare grasland en maisland. En we hebben deze koe opgegeven voor de beste boerenkoe. Dit is Noorder-Romaine, dus een Romaindochter uit een jokko. Ze heeft zelf nu ongeveer 109.000 liter melk gegeven. Haar moeder heeft ook 100.000 liter melk gegeven. Ze doet het ook prima, ze heeft eigenlijk weinig op- of aanmerkingen. Ze heeft hoog vet en hoog eiwit. En daarbij produceert ze altijd bovengemiddeld. Op een enkele celgetal verhoging na heeft ze ook nooit uierontsteking gehad. Ze heeft nu bijna 109.000 liter melk gegeven met 4,37 vet en 3,54 eiwit. De koe heeft niet veel vrouwelijke nakomelingen gekregen op het bedrijf. Twee vrouwelijke dochters die inmiddels niet meer aanwezig zijn, maar die het wel bovengemiddeld geproduceerd hebben. De koe is inmiddels 12,5 jaar, of 12 jaar en 3 maand. En ze gaat volgende week voor het eerst naar de keuring. En ze heeft een maand geleden nog 88 punten gehad voor exterieur en is daarmee sterkkoe 2 geworden. De koe heeft altijd een prettig karakter en ze is altijd bij de eerste van de melkstal. En daarmee vinden wij het wel een van de beste boerenkoeien van Nederland.